Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Naar Bed Met. In deze serie breng ik een dag door bij andere YouTubers thuis en ik blijf er ook slapen. Deze keer ga ik langs bij Peter en Kelvin van The Cinemates. Ze staan bekend om het maken van zeer epische video's met gruwelijke special effects. Let's go! Alles hey, goed, jongen? Awesome. Kom verder, man. Leuk dat je er bent. Dit is onze hal. Wij delen dit huis met vier anderen. Maar dit is onze begane grond. Hier wonen nog drie andere mensen boven. Allemaal oude mensen. Wat moet dit, jongen? En hem. Hij is het oudste. Ik ben het oudere stel, ja. Ja, stel. En jullie hebben hier ook nog eens een kroonluchter. Hey, Peter trouwens. Succesie. Yo! Nou, ja. Het ruikt direct super zakelijk. Hebben jullie zakelijke parfum opgedaan? Ik denk het wel, ja. Even wel met het dingetje straks. Dit is de keuken. Ja, het is een best een ruime keuken. Wow, ja. Wij zijn een beetje zo'n soort van buurthuis. Klopt. Ik heb vaker dagen dat mensen bellen en zeggen, joh, ik ben in Amsterdam, kan ik blijven slapen? Dan dat mensen dat niet doen. Dus, en dan komt deze om me gewoon hier slapen. Ja. En dan voel ik me wel een beetje schuldig. Nee, maar... Zullen we even de loonkamer eens wat zien? Oh kijk, er zitten alweer mensen. Er zitten alweer mensen. Hoi. Hi, ik ben Karee, Peters vriendin. Oh, hoi. Hi. Ik heb jou nog nooit ontmoet, ik ben Dylan. Hi. Hoi. We draaien met boomkikkers. Picture perfect, zit gewoon al een kikker daar. Kijk dan even. Het is gewoon een stervende show. Oh. Oh, hij draait zelfs naar de camera toe. Close-up wil die hoor. Dat... 11 kikkers zitten er, ja. Jeetje man, ben je kikkerverslaafd? Ja, ik ben kikkerverslaafd. Kijk, in de rockbusiness is het vaak drugs, maar in de YouTube-business is het kikkerverslaafd meestal. Dus daar, ja, even een momentje. We gaan vandaag, we doen alsof we verstand hebben van wat we aan het doen zijn. We duiken gewoon echt in de wereld van YouTube. En wie moeten jullie dat dan gaan vertellen? Aan volgens mij allemaal merken en marketeers, et cetera. Ja, jullie hebben wel een mooi plekje hoor. Zeker zo. Gewoon midden in Amsterdam. Midden in Amsterdam! Twee jongens van het platteland. Van het platteland. Ik heb een cadeautje voor je. Je mag deze zetten. En trouwens, jullie zien die macht in de camera. Er stopt Dylan in zijn aars. Die bandjes. Helemaal niet. Nee, maar ik denk dat we maar moeten gaan, toch? Anders komen we te laat. Let's go. Jij rijdt. Hoe is het nou voor jullie om in Amsterdam te wonen? Episch. Ja? Heel druk, maar wel episch. De rust van Groningen, waar we vandaan komen, leer je steeds meer waarderen. Omdat het hier zo super druk is. Maar ik zou hier niet mijn kinderen laten opgroeien. Nee, eens. Je kunt je kind hier niet uit de straat laten of hij krijgt tot drugs aangeboden. Dat is waar. Als Groningen niet zo super ver weg was als dat het is, zou ik daar best nog wel weer terug willen wonen. Maar het is echt gewoon 3 uur van hier vandaan. Gaan jullie dan ook veel uit? Niet veel. Echt niet veel. Ik echt nooit. Ik af en toe. Maar ik denk dat het komt als ik probeer voor Kelvin te spreken. Ik probeer het even. Het leven... Klopt niet! Klopt niks van! Je verruilt wel gewoon een normaal leven van iemand van Kelvin zijn leeftijd. Dus een soort studentenleven. Verruil je wel voor het meer zakelijke leven, omdat je zelf heel veel moet ondernemen. Dus dan kun je ook minder makkelijk dat leven dat blijven voorhouden. Van gewoon onverantwoordelijk blijven zuipen en om 2 uur opstaan, et cetera. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat we dadelijk gaan doen. Het is eerst zeg maar 2 of 3 uur generale repetitie of zo. En dan vanaf 5 uur begint het volgens mij. Okay. En dan weet ik niet tot hoe lang het duurt. Heb je er zin in of niet? Ik heb er super veel zin in. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaan vertellen. Ik ook. Ik heb geen idee wat er We zijn hier vandaag om in de wereld van YouTube te duiken. Ik ben zelf al een aantal jaren werkzaam met YouTube. Het spijt me, dit is wel lekker saai, hè? Dit is lekker saai, hè? Maar dat hoort er gewoon bij. Serieus, dan denk je, oh lekker, we krijgen friet. Zit er dan gewoon groente in? Wat is er voor hipster? Nou, het is wel lekker hoor. Maar ik zou wel liever bitterbal hebben. Ja. Nou, wij zijn de Cinemates en wij hebben dus midden
YouTube kanaal, waaronder de Cinemeter kanaal is. En Peter en Kelvin zijn klaar. Ze staan hier nog wat te netwerken. Oh, Peter staat nou hier. Ja, ik sta met jou te netwerken. Stelletje zakenmannetjes zijn jullie, jongen. Ga er eens op zitten. Hij is echt super stevig. Zie je? Echt super. Maar hoe vonden jullie het? Ja, het was wel leuk. Was wel leuk, toch? Kun je even mijn stoel vasthouden? Dan kan ik beter lopen. Nog nooit iemand heeft gevraagd, wil je mijn stoel even vasthouden? We gaan naar een plek waar Peter en ik graag eten. En waar we vandaag Dylan ook mee naartoe nemen. Maar waar jou mee naartoe. Dus dit is uit eten? Ja. We eten vaker buiten huis, ja. En dan, Ja, echt? Ja. En... Maar ik denk dat we 3 dagen per week koken en 4 dagen per week eten we buiten huis. En dan... Als jullie koken, wie kookt er dan? Onze meid. Ik had vanochtend oprecht spaghetti gehad en shit. En gehakt. En saus. Ik zag het. Ja, maar we kunnen ook gewoon een drankje doen daar en thuis eten. Laten we dat doen. Dan gaan we de dag even chillen en dan ga ik dan koken. Dus je gaat koken? Ja. Gasten, waar zijn we? Omdat het onze favoriete plek is, hebben ze het plek genoemd. Even serieus, jongens, ik zie jullie helemaal niet, maar dit is gewoon in containers. Je kunt niet voorstellen hoe het er binnen uitziet. Het is echt mooi. Het is echt mooi. Oké, ik ben benieuwd, hè? Holy shit! Het is heel gezellig hier, maar een beetje lawaaierig, maar we gaan eten en Kelvin gaat koken. Je bent echt wel jong bezig met alles. Je bent na de middelbare school gewoon eigenlijk direct YouTube fulltime nu, toch? Ja. Je hebt niet eens een vervolgopleiding gedaan ofzo. Mis je dat dan nooit? Het jong zijn, zeg maar. Daar tegenover staat omdat ik fucking veel zieke andere shit mag doen. Ik heb wel eens een dag gehad waarop gebeld worden en dan vraag ze of je... De dag daarna naar Londen wil gaan of zo voor een weekend. Volledig verzorgd. Of 96 dat je naar Disneyland mag. Maar dan heb ik zoiets van ja, dan wil ik dat uitgaan soms wel opgeven voor dat, zeg maar. Het enige wat ik soms een beetje jammer vind aan dit, is dat ik gewoon minder vaak de familie zie. En dat is niet dat ik s'avonds weer te huilen in bed of zo. Maar het is wel. Maakt het soms wel lastig. Zeker als je daar bent. Je bent er om 3 dagen en dan zeg je weer, ik ga terug naar Amsterdam en dan. Dan weet je niet wanneer ze voor de volgende keer weer gaat zien. Smakelijk eten. Oh, is dit een ding? Dat is wel lekker. Heel lekker. Zeker. Editen jullie iedere avond? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk wel echt wel elke avond. Maar dat gebeurt allemaal hier. Klopt. Here's when the magic happens. Jij doet de special effects. Visual effects, hè. Wat is het verschil? Special effects is live dingen die op de set gebeuren. Dus als er explosies, giem, etc. Ah, oké. Okay. De special effects is niks wat op de computer gebeurt. Dus dit is voor een kinderserie. Oh shit. Maar hier ben je dus nu mee bezig? Ja, hier ben ik dus nu mee bezig. Ja, jullie doen dus heel veel projecten buiten YouTube. Klopt. Maar waar zijn die dan te zien uiteindelijk? Op televisie. Mensen vragen zich natuurlijk bij jullie ook af waar jullie mee filmen. Dus de hoofdcamera, dat blijkt met je 4K en dat is natuurlijk gewoon met allemaal de accessoires die je nodig hebt. Zet hem eens op je schouder, want hoe groot is dat ding? Jeetje. Hoeveel kost zoiets? Ja, deze set is echt letterlijk een set van 13.000 euro. Dat is deze. 13? Maar jullie investeren dus zeg maar al jullie geld direct in apparatuur. En kikkers. Ik ga jou nou eens een paar vragen stellen over Kelvin. Ja. En we gaan daarna kijken of Kelvin dezelfde antwoorden geeft. Goed, ja. Waar irriteert Kelvin zich aan bij jou? Dat ik te blij ben in de ochtend. Waar kun je Kelvin 's nachts voor wakker maken? Tori Kelly of zo, ik vond. Wie? Tori Kelly, zo'n celebrity, zeg maar. Ja. Wat vind jij irritant aan Peter? Wat ik irritant vind aan Peter? Oh, dat weet ik wel. De momenten waarbij ik zeg maar echt denk van, joh, Peter, rot alsjeblieft op. Zijn de momenten waarop je 's ochtends te enthousiast te. Zijn dat ook? Ja, dankjewel. Fucking best! Waar kun je jou, Kelvin, 's nachts voor wakker maken? En maak mij sowieso niet wakker, 's nachts. maar als je dat toch aan moet doen, voor een. Verre reis. Oeh, helemaal ernaar. Helemaal ernaar. Van Tori Kelly. Ja, ik zou het zelf wel. Dat op zich, ik zou dan wel wakker zijn. Dat wel. Oké, vraag 1. Hoe vaak op een dag gaat Peter gemiddeld naar de wc? Nou, hij gaat altijd ziek snel naar de wc. 5. Wat is Peter zijn lievelingseten? Frituur. Hoe vaak ga jij op een dag naar de wc? 5. Ja! Wat is jouw lievelingseten?
Nou, ik denk niet dat je het hebt gezegd! Jawel. Mars? Jullie hebben allebei één punt. Dus jullie zijn wel even goede vrienden, de ander weet niet meer. Maar waar slaap ik? Je hebt er net even op gezeten. Ja. Pas op, hè. Oh shit! Ja, want waar slapen jullie? Dat wil ik eigenlijk ook wel zien. Dit is mijn slaapkamer. Een beetje decoratie, dat vond ik dan wel nog wel leuk. Ja, het ziet er wel gruwelijk uit. Afrika shit. Kijk, dit is mijn telefoon. Oh, dat werkt. In Amsterdam, dus vertrouwen in buiten is. Ik heb al sinds onze fiets staan hier. En mijn fiets bed naar een wolk. What? Ik kan er bijna niet meer uitkomen. Heb je serieus nog knuffels? Dit zijn gewoon beesten die ik gewoon heb gekocht. Of heb gegrepen met grijphaken. En ik dacht dat ik het gewoon mooi vind. Hij heeft de camera ook lekker bij zijn balletjes vast. Die kikker sprong tegen het raam aan. Hé, hey, wat rustig gasten. Hey. Love you. See you on the other side. We meet again. Dat was mijn dagje bij de Cinemates. Het is echt super vet om te zien hoe gepassioneerd deze jongens aan het werk zijn. Ze zijn super jong, maar wel al echt super serieus bezig met alles. Dat vind ik wel heel vet om te zien en heel erg inspirerend. Morgen vroeg moeten we weer op tijd op, want ze hebben morgen vroeg afspraken, dus wat rusten. Goedemorgen. Deze slaapbank slaapt in ieder geval wel heel lekker. Ik heb hier prima geslapen, ja. Yo, komt ineens gewoon een naakte boy hier. Je hebt lekker geslapen, of niet? Ja man, ja echt super goed. Ja. Ja, echt waar? Ja. After party. Is dit wat Kelvin bedoelt met dat jij een goed humeur hebt 's ochtends? Ja. Is Kelvin serieus weg? Ja. Ja hoor. Ja. Just geslapen. Hoe laat zijn jullie normaal gesproken op? Tussen 8 en 9 of zo. Ik ga die sport inzetten. Maar je gaat fitnessen? Ja, 7:30 ben ik wakker. 7:30. Goedemorgen man. Hey. Dat is echt shit aan. Ja. Ik heb mijn wekker niet gehoord, denk ik. Het is echt een contrast tussen jullie twee. Ik hou van vredigheid en rustigheid in de ochtend. Ik ook. Als je samen woont, dan heb je toch wel eens ruzie? Maar hebben jullie wel eens ruzie? Nee. Het is ook geen reden om ruzie te hebben, al eerlijkheid. Is ruzie niet... Dat is genoeg reden. Nee, maar is het niet zo? Want ik bedoel, op welk moment zou je echt ruzie krijgen? Als Kelvin, als ik merk dat Kelvin geïrriteerd is, dan neem ik een beetje afstand. Ik ben vet individueel eigenlijk. Ik vind het fucking mooi om alleen te zijn en vet prettig. Maar? Ik ben best wel op mezelf, maar daarnaast is het zo dat ik opgevoed ben met... drie zussen waarbij het altijd gezelligheid, veel gezelligheid is, altijd dingen samen doen. Dat ik voordat mijn boodschap haalde, zei ik, hey, ga weer mee, want ik wil een samen boodschap halen. En dan is hij van, dat is niet efficiënt, ik ga naar huis doen. Dan de achterliggende gedachte daarachter is, dan kan ik straks even lekker naar huis en dan kan ik even schijten. Even zonder Peter. Dus het gaat er gewoon vooral over dat je wil schijten in je eentje. Ja, daar komt het mee. Je bent een individuele schijter. Ja, ik ben weer in groepsvorm. Dat vind ik veiliger. Hey, grapjes. Super bedankt. Jou echt. Voor alles. Jij bedankt. Ik vond het super gezellig. Wij ook. Vond het echt leuk. Veel plezier met jullie afspraken vandaag allemaal. Goed, denk ik. Ja, veel plezier met het leven. Thanks! Doei! Dat was mijn dag en nacht met Peter en Kelvin. Het was super gezellig en ik ga nu weer lekker naar huis. Laat in de reactie weten wat je van deze serie vond en laat weten bij wie ik de volgende keer moet gaan slapen. Bedankt voor het kijken. Doei!